Ja. Kijk eens, ik sta hier in één keer met twee mensen van GroenLinks. Jenne Duursma, de lijsttrekker. Bart Zeven uit Kampen. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie hier toch niet heel erg blij staan. Ik zie jullie nog wel lachen, maar had je toch anders verwacht waarschijnlijk, mevrouw Duursma? Nou, natuurlijk hadden we gehoopt dat we overgingen naar 3. He, want Overijssel heeft dat hartstikke nodig, een partij als GroenLinks. En daar ziet het niet naar uit, al moeten de grote steden nog komen. Maar we zijn wel heel erg zeker van dat we die 2 gaan houden. Dat moet wel heel raar lopen, wil dat niet lukken. Maar toch heel veel verlies wat ik overal zie. Nee, niet heel veel. We hebben overal een klein verlies. En op een aantal plekken hebben we winst. En in Kampen hebben we zelfs heel veel winst. Ja, dan gaan we inderdaad even door naar Bart Zeven. Kampen inderdaad opvallend. Stijging voor GroenLinks, terwijl veel andere gemeenten een daling laten zien. Dat is het bypass-effect wellicht? Ja, ik denk dat je dat moet toeschrijven aan het bypass-effect. En deze man heeft dat een beetje bewerkstelligd, zal ik maar zeggen. Ja, dat klinkt heel onbescheiden, maar dat is denk ik wel zo. Dus we hebben heel erg ons gericht op de combinatie van Jeannette, de nummer 1. En op de achterkant van het plaatje stond de nummer 11 en dat was ik. Die bypass leeft heel erg in Kampen, omdat nu worden die werkzaamheden verricht. Dus mensen zien dat het land overhoop wordt gehaald. Dat doet ze wat. Dus trekken ze toe naar de mensen die daar verzet tegen bieden. En dat zijn wij. Dus niet iedereen stemt zeg maar wat er landelijk gebeurt. Er wordt toch ook nog wel echt naar lokale, regionale thema's gekeken? Ja, gelukkig wel. En dat is natuurlijk ook... Dat zie je op een beetje een andere manier weerspiegeld in de verkiezingsuitslag van het CDA. Een lage opkomst. CDA-kiezers zijn altijd hele trouwe kiezers. Dus is het logisch dat verhoudingsgewijs het CDA wint. Bijna overal wint. Maar wel hele forse verlies voor de PvdA. Dan zou je denken dat GroenLinks daar ook van mee profiteert. Ja, dat is heel jammer dat dat niet gebeurd is. Dat is ook iets waar we eens goed naar moeten kijken. Hoe dat nou heeft kunnen gebeuren. Dat dat niet meer naar ons toe komt. Ja. Nou, we gaan weer even kijken. Er zijn weer uitslagen binnen, geloof ik, hè?